Justitie heeft het verzoek aan België om uitlevering van Ismaël B. ingetrokken. De reden daarvoor is nog niet bekend. Ismaël B. is een van de verdachten van de mishandeling op de Vestdijk. die in januari veel ophef veroorzaakte. In totaal zijn er acht verdachten, waarvan er vijf in België wonen. Zij zouden begin januari een 22-jarige man zwaar hebben mishandeld. Beelden van het incident zijn opgenomen door beveiligingscamera's. Een rechter in België oordeelde eerder dat de vijf Belgische jongens aan Nederland mogen worden uitgeleverd. Het hoge beroep daarover zou morgen dienen bij het Hof van Beroep in Antwerpen.